Dames en heren, wat fantastisch dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag, elke pack is een walkout. Dat betekent dat als ik nu ga knippen, dat jullie de eerste walkout gaan zien. Ja, dit is hem! De eerste! Dit is Robertson. Oké, ik moet er even voor abonneren, want dit gaat veel tijd en vooral veel geld kosten. Oh, het is er weer een! Lekker, Chesney. Nou, we beginnen wel met de echte klapper. Wel 87 rated. Dat maakt het nog wel enigszins goed. Keepers zijn echt nog zwaar underpriced, tenminste op dit moment. Hey, 7k. Ah, dit is er weer eentje. Thomas Müller. En ik merk al met al, dit is nu mijn derde, dat het echt super jammer is dat je meteen al ziet dat het Thomas Müller is, aangezien hij met zijn rug naar het scherm inloopt. En dan zie je dus meteen zijn naam. Thomas Müller. Weer 87 rated. Zal niet heel denderend zijn. En Saint-Maximin. Dit is wel mooi. Kijk dan. Je gaat voor 25k op dit moment. Ik denk dat dat nog wel meer wordt. Ja. En die Müller gaat voor 6k. We filmen hem voor Müller. Want het gaat erom. Elke pack heeft een walkout. Maar eigenlijk. Dit is oprecht wel een ziek pack. Maar Saint-Maximin is 1000 keer beter dan Thomas Müller. Maar goed. Stel Müller had hier niet bij gezeten. Had ik Saint-Maximin niet aan jullie laten zien. Want elke pack is een walkout. Oh, weer. En het is er weer eentje. Jawel. Spaanse spits. Het is Gerard Moreno. Zo, maar ik moet wel zeggen, dit is mijn vierde walkout nu. Oké, Robertson was 20k. Chesney was 7 of zo. Maar hij was Müller nog minder. Ik denk dat Gerard Moreno nog minder is. Maar goed. Maar coins zitten we niet heel goed. Hij is, ja, inderdaad, 7k ook zoiets. 5. Oh mijn god, er werd er daarin gelist voor 5. Snel weg hier. Dit gaan we niet doen. Slaan we gewoon lekker op in onze club natuurlijk. Zal vast nog wel een keer meer waard worden. Ik vind het zonde om ze nu al te verkopen. Ja, ja! Holy shit! Lewandowski, maat, ik ben vandaag echt fucking veel walkout. Ik dacht echt van, ik ga deze video maken. Ik zit hier echt uren te openen. Maar het gaat echt vrij rap, moet ik zeggen. En Lewandowski, dit is oprecht wel heel ziek. Vorig jaar pikte ik hem ook al in de eerste... Ja, toen op de eerste dag. Nu, voor mij is het de eerste week. Ik weet niet wanneer jullie het precies zien. Het zal nog even kunnen duren. Lewandowski, maat, 92, is gewoon om Messi na de hoogste gouden speler in de game. Hoger dan Ronaldo. Hoger dan Mbappé. Hoger dan Neymar. Oprecht heel ziek, maar ja, hij heeft 78 snelheid. Ik weet niet wat hij waard is. 60k voor Robert Lewandowski. De op één na hoogste speler in het spel. En ik weet, we gaan allemaal weer zeggen, misschien is hij dit jaar wel goed. Want pace op de flank is belangrijk in de spits. Hij heeft 92 shooting. Misschien kun je hem daar gebruiken. Maar laten we eerlijk zijn met z'n allen. Het gaat weer shit zijn. Even tussen alle walkouts door trouwens. Mocht jij nou nog steeds geen FIFA hebben gepreorderd. Lijkt mij sterk, maar het kan. Doe dat dan alsnog even bij Game Koning. Natuurlijk vrijdag komt hij uit. Dus je moet echt nog even voor vrijdag bestellen. En dan zorgen wij dat hij vrijdag gewoon bij jou door de brievenbus komt. En mocht je hem al hebben of dat hij vrijdag binnenkomt. En je bent nog op zoek naar tegoedpunten om lekker FIFA points te kopen. Check dan even ikwiltegoed.nl. Linkje staat ook in de beschrijving. En dan kun je lekker pikjes aan openen. Ja, ja, daar is er weer eentje. Het is Di Maria. Nou, dit hebben jullie waarschijnlijk al 100 keer gehoord. Maar ik ga het zelf toch nog een keer vertellen. Je ziet nu natuurlijk meteen dat het Di Maria is. Maar besef, met de oude pack animatie kreeg je altijd rechtsbuiten Argentinië. En dan hoopte je ziek graag op het FC Barcelona logo. Want dan was het Messi. Maar meestal werd je geprankt met het Paris Saint-Germain logo. En dan was het Di Maria. Maar besef, als je hem dit jaar op die manier zou krijgen. Misschien dat ze het nog gaan aanpassen, ik weet het niet. Krijg je letterlijk rechtsbuiten Argentinië, Paris Saint-Germain. En dan kan het nog steeds Messi zijn. En dan word je waarschijnlijk alsnog geprankt. En is het Di Maria zoals ik nu heb. Maar goed, 10k in het pocketje. Na-na-na-na. Ta-na-na-na. Daar is er weer eentje. Riyad Mahrez. Oké, dank u. Kleine buiging voor meneer Mahrez. Dank u wel. Dit is al echt mijn... Ik ben de tel kwijt. Dat betekent dat het goed gaat. Op zich zitten we er lekker in. Weer een walkoutje. Ik ga jullie wel vertellen. Ik ga nu even pauze houden. Even wat eten. Ik zit nu voor jullie info 2 uur te openen. Nu ik trouwens bij mijn transferlijst zit. Ik werd echt keihard uitgelachen toen ik ging investeren in Camavinga's. Ik heb het hier even allemaal opgeslagen en FUT Calculate. De linkjes zijn als topcomment bijgevoegd. Kun je ze ook heel makkelijk downloaden. Het is gewoon een app voor op je telefoon waar je dus je transfer profit bij kan houden. Ik heb 7 van die Camavinga's gekocht voor 1700 coins. En ik heb ze allemaal voor 5800 kunnen verkopen. Dus ik weet niet, Raoul en Koen en zo en Mat zaten om allemaal uit te lopen. 26k winst, hè? Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik heb ook die Morata's. Dat liet ik vorige video zien. Ik heb er 3 gekocht, gelukkig maar 3. Voor 1500 coins. En hij is op dit moment nog 900. Het had toch een mooi 22k winst. En dan heb ik die Morata's nog staan. Dus dat gaat nog wel meer worden. Zo gezegd, wil jij je transfer investeringen en handelen bijhouden? Download dan even FUT Calculator. Download linkjes zijn gepint in de topcomment. Ga dat doen.
Oké, okay, heeft even geduurd. Ruben Dias, die is tegenwoordig 87 rated. Ik moet wel zeggen, soms zie ik niet meteen wie het is. Dat is, maakt het wel een stuk leuker. Ik merk dat ik die animatie niet heel fantastisch vind. Spanning is er natuurlijk een beetje uit. Hij is 87 rated, maar hij heeft 61 pace, dus ik vrees ervoor. Maar ja, weet je, wel weer lekker. Op zich is dit wel wat minder standaard walkout die we tot nu toe heel veel gehad hebben. Het is geen Müller of Gerard Moreno of zo. Dus op zich, dit is hartstikke lekker. Ik ga hem nog niet verkopen. Dan wacht ik even mee tot de eerste WikiLeak, denk ik. Wat wel mooi is, omdat ik alleen... zat ik net aan te denken. Omdat ik alleen de walkouts laat zien. Ik heb inmiddels ook... Oh, dat mag ik eigenlijk niet laten zien. Dat hoort er dus niet bij. Ja, kijk, ik pak ook een Chiesa 18k, Rüdiger... Correa, prima. Zaha, prima. Martial. Hier staat nog een Koundé. Die zijn eigenlijk allemaal veel meer waard dan die walkouts die ik wel laat zien. Maar goed, hey, de video was alleen de walkouts laten zien. Ga niet goed naar de pauze. 1 walkout Dias uit 12k FIFA points. Nou heb ik hier wel nog allemaal packs staan die ik allemaal heb gespaard. Met name door drafts en weet ik veel wat allemaal. Laten we hopen dat daar wat bij zit. Overigens, aangezien ik dit pack niet mag laten zien, want het is geen walkout. Dus jullie krijgen niet te zien wie ik heb. Alleen maar walkouts. Ik zit opeens... te denken, ik was zondag voetballen en er waren best wel wat toffe fans langs de lijn. En toen, oeh, dit was geen walkout, wel borden, maar goed, mag ik ook niet laten zien. Nee, maar toen vroeg dus iemand van, hey, yo Rob, wil je mijn packie openen? Ja, breng mee jongen, ik wil best een packie voor je openen. Pak ik Icon Okocha op die gozer zo'n account. Dacht ik van, ja, waar zijn we nou weer mee bezig? Doe dat even voor jezelf. Dus op zich kan ik wel een packluck hebben. Al weet ik niet wat zo iemand waard is. Toch 400k. Nou, ik zou het graag willen hebben. Maar goed, ik kan het op een manier alleen voor andere pack. Heb ik weer. Ja! Ja. Zo. Hij kwam weer... ding was, ik dacht, het is geen walkout, want ik zag nog niemand staan. Want ik kwam pas heel laat een beeld in. Maar we hebben er eentje weer. Lekker, Alisson. Alle keepers on the price zijn, wilde ik zeggen. Zou dat wel niks zijn, maar die vent is 56k. Dit is oprecht. Ja, Lewandowski was net 4k duurder. Maar samen met Lewandowski mijn best tot nu toe. Heerlijk dit, zeg. Nou ga ik hem wel gewoon in mijn club pleuren, want het zal je niet verbazen. Ik heb een Premier League team, dus ik kan hem gewoon goed gebruiken. Maar goed, dit is top. Dit is top. Ik schrok me de tering. Vooral omdat ik zeg maar niet meer verwachtte dat er nog een walkout zou komen. Want ik zag wel heel veel vlammen, maar ik zag de speler nog niet staan. Hey, deze animatie wil ik elke keer hebben, man. Dan is het tenminste nog een verrassing die je krijgt. Ja, ja, ja. Sergio Ramos natuurlijk. Hey, ouwe, lang leven die SBC's en die... Zo, wat een goed dansje, Sergio. Lang leven die SBC's en die futdrafts, man. Ja, hij is maar 22k, boeien. Zoals Sergio Ramos. Hij is niet eens verhandelbaar, dus hij gaat gewoon mijn club in. Maar dat wel. Bepaalde packs zijn untradable. Ik weet niet helemaal hoe ik eraan kom. Misschien Marky matchups of zo, maar hey. Sergio Ramos, man. 88 rated. Waarom is hij maar 22k? 70 pace waarschijnlijk. Maar goed, 22 is wel heel weinig. Pack ook gewoon Eda Militao. 50k, hoezo zijn... Ja, ik snap wel waarom die 50k is, maar... Holy shit. Oh, dat mag niet laten zien, trouwens. Nee, dit hebben jullie niet gezien. Dit heb ik helemaal niet laten zien. Toen ging ik even een worstbroodje pakken en zo. Dacht ik, dat is echt leuk content. Dan ga ik deze packs openen, worstbroodje eten. En dan zeg ik, wow, dat geeft echt packluck. Maar toen vergat ik per ongeluk mijn camera aan te zetten. Dus nu horen jullie alleen een smakkende Rob die een pakketje opent. Sorry. Ja! 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 Oh, het heeft lang geduurd. Ja, godverdomme. Hij wil Parejo. Oh. Wat een geluk. Gaan we even opgebroken. Weer 6k, hè? Hey, let's go, man. Hey, Morata, man. Omdat ik zo'n trading god ben. Dames en heren, vergeet niet Fit Calculator nogmaals te downloaden. Elke als ik Morata zie, moet ik eraan denken. Ik kan hem oprecht beter discarden, want dat is ongeveer zijn waarde. Boom! Ik weet niet wat ik heb met die keepers, man. Maar het is nu Navas. De tweede keeper van Paris Saint-Germain, jawel. 13k, let's go. Het is wel een stuk minder dan die keeper die ik net had. Daarom dacht ik ook bij Alisson van, oh, dit zal wel niet goed zijn. En Alisson was zomaar 60k, maar ja, Premier League. Aan de andere kant, Paris Saint-Germain, dat staat ongeveer in zijn eentje gelijk aan de volledige Premier League, maar goed. Ja, ja, wie is het nu? Het is nu Busquets. Ja, het is echt ongekend. Ik ga gewoon een soort van het hele rijtje af van alle waardeloze walkouts. Elke pack in deze video is een walkout. En hiermee zie je eigenlijk welke waardeloze walkouts er allemaal in de game zitten. Ik moet zeggen nog steeds, ik zat er net over na te denken. Ik heb natuurlijk Busquets trouwens 6k. Nee, lekker. En natuurlijk die Lewandowski. En in principe, wat ik toen al zei, die is hoger rated dan Mbappé, Neymar en Ronaldo. Maar is het dan ook dat de kans dat je hem packt kleiner is dan die? Want in principe hoe hoger de speler, hoe bijzonder de... Ik pack back-to-back walkouts. Wat is dit nou weer? Oh mijn god, Aguero. Dit is back-to-back. Ik zit gewoon midden in mijn vrouw. Hey, dit vind ik wel een leuke walkout. Hij is ook 9k, daar niet van. Maar goed, hey, boeien. Nee, maar wat ik wilde zeggen, is die kans kleiner, want hij is hoger rated. In principe, hoe zeldzamer de speler, hoe...
hoe minder de kans dat je hem packt. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal dat de kans dat je Lewandowski packt 10 keer groter is dan dat je Mbappé packt. Maar ik ga nu gewoon voor mezelf zeggen dat de kans echt nog unieker is dat je dus Lewandowski packt in plaats van Mbappé. Dus ik heb echt ziek veel packluck gehad. Ja, ja, we doen het nog eentje net zo op het einde. Dit is Marquinhos. Hartstikke idee. Ik zag laatst in de video van Koen dat hij 400k is. Oh, hij is wel 100, zie ik nu. Ik dacht dat hij vele malen minder zou zijn. Let's go, man. 100k. Dit tikt hem in staan. Dit is mijn beste walkout tot nu toe. Oh, letterlijk, zijn price range is ook 100k. Dus hij zit gewoon tegen zijn dak van zijn price range aan. Helemaal prima. Oké, dit is best for last. Want ik denk al dat dit de laatste is. Ik heb niet heel veel FIFA points meer. Dat was die weer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik weet niet of ik 5 of 6 keer FIFA points heb gekocht. Maar dit is in ieder geval wat ik heb gekregen. Als je niet meer weet wat je gekocht hebt, is eigenlijk ook wel het juiste moment om te stoppen. Op zich, ik ben er wel blij mee, man. Ik heb veel gehad. Veel walkouts gezien. Dat had zeker slechter gekund. Doe even abonneren, want ik wil 500.000 subs. Kom, gun mij die 500.000 subs. Op naar die 460. Dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Tot dan en later, mensen.